Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Wilma. Dit is de 7e KFPS-vlog. En in deze vlog ben ik op visite bij Herma Donker. Naast dat ze fokker is, is ze ook nog bezig in tal van organisaties. Zoals het EK Friesen organiseert ze mede, de Pavo Friesenbokaal. Bij de Horses to Fly heeft ze haar steentje bijgedragen. Ook nog bij CH Lunteren, wat nu helaas door de corona even niet door kon gaan. En ze is eigenlijk het vaste gezicht van Manege Sonnega. Ze heeft ons van alles te vertellen en daar gaan we nu even naar kijken. We zijn vandaag bij Herma Donker. Herma, hoe ben jij zo in aanraking gekomen met het Friese paard? Nou, dat is wel heel lang geleden. En bij het Friese paardenballet. Dat zou jou ook bekend zijn. Ja, zeker. Ja, daar is eigenlijk alles begonnen. Oké. En wat trekt het Friese paard of zo? Een mooi paard, fijn karakter, goed gebruikspaard en ook voor de fokkerij. Okay. Want jij fokt met Friese paarden? Ik fok met Friese paarden. Meerdere veulentjes rondlopen? Ja. Wat doe je altijd met de veulentjes? De hengstveulens gaan sowieso lopen. Ja. En de merrieveulens, hier heb ik nog twee enters lopen. Kijk wat het wordt, ja. Maar die hou ik in principe aan, is het genoeg plek. Oh, kijk, nu heb ik 3 merrieveulens, dus nu zal er wel een keuze moeten komen. Ja. Want hoe zie jij de toekomst van het Friese paard? Nou, ik denk wel heel gunstig. Dat geloof ik vast wel, de markt is momenteel heel goed. Maar ook die tijden zullen dan een keer weer anders worden. Ja. Maar toch zie ik het, het wordt steeds populairder en ook... Denk jij alle medische leren doen dit seizoen? Ja, 3 toekomst. En heb je een specifieke aandacht waar je het meest aan doet? Ik kijk ook naar de afstamming van de hengst, of daar genoeg in de achter zit. De sport is ook belangrijk, maar ja, jonge hengst is daar nog niet zo heel duidelijk in. Mijn uitdaging als fokker is, denk ik toch nog meer een model mee te vallen. Dat is nog niet gelukt? Ja, ook dat wel. Ook dat kampioen model ben ik wel allemaal gehad, maar het is toch een uitdaging nog meer. Ja, ja. En een dekking, dat heb je niet altijd. Nee, en dat is ook niet mijn uitdaging. Dat is ook niet zo. Dat mag een ander doen. Beeld. Je wil plaatjes fokken kunnen maken, maar moeten ook gebruikbaar. Waar doe jij je informatie op? Ga je veel naar keuringen? Ik ga redelijk veel naar keuringen. Maar niet alles, want je kan niet alles. Momenteel is alles online. Ik kijk wel, maar ik betrap mezelf op dat dat best wel wat tegenvalt. Want ja, je bent in huis en het is... je bent in huis en dan denk je, oh ja, ik moet koffie zetten. Oh ja, de markt komt eraan. Ja. Ga je lekker? Ja, dat valt me wel tegen om dat allemaal bij te houden. Ja, om dat allemaal bij te houden. Verdere informatie haal ik toch echt van de site van Stabbel. Ja. Nou, die zou, ja, internet geeft het wel heel veel. Ja. Ga wel naar, Ja, specifiek. En wat zou jij een fokker mee willen geven? Wat voor advies heb ik voor de medewerker gegeven? Ja, een jonge fokker die net begint, wat voor advies zou je zeggen? Begin met een goed uitgangsmateriaal. Ja. Nou, bedankt. Prima. Dat je mij te woord wilde staan. We kijken nog even bij de andere veulens. Goed. Nou, dat was vlog 7 alweer. Bedankt voor het kijken allemaal. Om ons heen liep een veulentje van Boet. En op de achtergrond voor de oplettende kijker liepen veuners van Auwert en Omer rond. Tot volgende week!